Ik ben benieuwd. Ja. Toen jullie voorstelden om aan een plas een foto te gaan maken, dacht ik van waarom aan een plas? Het was een prachtige ochtend, hè? Die zomerdag. En het was een beetje heilig en het was echt een heel, een heel mooi sfeertje, een heel idyllisch sfeertje eigenlijk. En het water was helemaal rimpeloos eigenlijk. Dit doet me dan ook een beetje denken aan dat mijn jeugdjaren, die idyllische tijd van de jaren 50, 60, waarin ook alles rimpeloos was. Althans, in mijn leven was alles rimpeloos. De spanning zat onder water. Achteraf denk je van, heeft je homoseksualiteit altijd al in je gezeten? Achteraf denkende, terugkijkende, denk je van ja, dat heeft er vanaf mijn jeugd, vanaf mijn kind zijn, heeft er dat denk ik al in gezeten. Wanneer je dan van je seksualiteit bewust wordt, dan gaan mijn interesses gingen naar mannen toe. Dat vond ik eigenlijk het meest spannende. Daar kon ik op geen enkele manier eigenlijk aan voldoen, want het bestond eigenlijk in onze wereld op dat moment gewoon nog niet. En als het er bestond, dan was het altijd heel negatief. Dus daar wil ik niet bij horen. Met zoiets kun je met niemand praten. Nergens over. Ik heb dat ook eigenlijk ook nooit gedaan. De eerste keer denk ik dat ik daarover gesproken heb, was met degene die later mijn vrouw is geworden. Voor ons huwelijk heb ik daar al met haar over gesproken. Maar dat was denk ik de eerste keer. Soms wel eens ook vervelend. Ik ben op een gegeven moment ooit een keer, maar dat was ook al op iets latere leeftijd, denk ik. Ik dacht van, ik ga een keertje naar een homobar. Met lood in de schoenen natuurlijk. En ik bel aan. En dan zeggen ze van, ja, blijkbaar zag ik er niet homo genoeg uit. Dit is een gesloten club, je mag hier niet naar binnen. Dus droop ik maar weer af en dan was dat weer het einde van op dat moment het stapje wat ik gezet had. Ik was aan het zoeken, maar ik kwam niet verder op die manier. Mijn coming out was... dat gaat niet van het ene moment op het andere natuurlijk. Het is een onderdeel van het proces. Het is eigenlijk een onderdeel van het proces waarop je zegt van, dit ben ik. En dit wil ik ook zijn en dat mag ook iedereen weten. Dat voelt wel als een bevrijding, ja. Je hoeft op dat moment daar ook niks meer te verbergen. Heb ik ook nooit, daarna ook nooit meer gedaan. Want ik ben ik en ik ben homo en klaar. En wanneer je me daar niet in accepteert, ik wil het uitleggen. Het is een geaardheid wat in je zit. Wanneer mensen mij daar niet in accepteren, ja, dan denk ik dat dan hebben wij op dat moment geen boodschap aan elkaar. Dan hebben we geen gemeenschappelijkheid. Toch? Ja, ik ben homo, maar volgens mij staat dat nergens op mijn hoofd. En zo voel ik me ook, een gewoon normale man. De doorsnee man. Wat ik ook ben.